Hallo kijkers van Harm en Frodo en welkom bij deze nieuwe video. En dit is de allereerste video die online komt die ik ook heb opgenomen in 2024. Dus voor de mensen die het van mij nog niet hebben gehoord, gelukkig nieuwjaar! 3, 2, 1, en nu we toch bezig zijn, gaan we meteen verder met mijn recensie van de Netflix film The Killer. Netflix dacht na over, hey, hoe maak ik geld? En ze bedachten, wat als we een Netflix film die we op Netflix gaan produceren, eerst nou even in de bioscoop laten gaan voor 3 weekjes, daarna op Netflix gooien, dubbele opbrengsten. Dus dat hebben ze gedaan met de film The Killer met Michael Fassbender in de hoofdrol. Het was gewoon een geweldig film, we gaan samen kijken. Je hebt films waarin de spanning er constant in zit, omdat er constant dingen gebeuren, zeg maar. Dat je denkt van, wat als nu dit gebeurt, wat als nu dat gebeurt. Constant volgen die dingen elkaar op. Je wordt vastgehouden in een sleur van spannende dingen die elkaar volgen. En je hebt films waarin de spanning heel langzaam wordt opgebouwd, waardoor je op het moment dat de spanning vrijkomt echt denkt van, what? Het tweede soort had je in de film The Killer. De film begint heel rustig. Een man doet zijn muziek aan. I find music a useful distraction. Hij is ingehuurd als sluipschutter. Hij moet een bepaalde moord moet hij plegen. A focused tool keeps the inner voice from wandering. En in de film er wordt zo op gehint, zeg maar, dat hij alles aan het doen is om voor te bereiden. Dat hij al dagenlang met dat geweer die kamer in de gaten aan het houden is. This is what it takes. Tot het perfecte moment om te schieten. En uiteindelijk zie je letterlijk een teller aflopen. En dan schiet hij mis. En doordat hij misschoot zit iedereen achter hem aan. Mensen die hem de opdracht hebben gegeven voor de moord. Mensen die als collateral damage zijn geraakt. Iedereen wil hem pakken. En hij besluit, er is maar één manier hoe ik hier los van kan komen. En dat is door iedereen die achter mij aan zit uniek uit te schakelen. Dus waar die 1 schot nog niet eens kon raken, moet hij nu 5 schoten achter elkaar perfect raken om te zorgen dat niemand meer achter hem aan zit. En daarvoor heeft hij zijn eigen gouden regels. If I'm effective, it's because of one simple fact. I don't give a Nummer 1 is dat empathie, dat is gewoon niet mogelijk. Je kan niet en een killer zijn en tegelijk medelijden hebben met je slachtoffers. Dus die moet er echt meteen uit. Forbid empathy. De tweede is trust no one. Vertrouw niemand. Ook geen hond in de tuin, ook geen man die random in het vliegtuig staat. Iedereen kan op ieder mogelijkheid je vijand zijn. Trust no one. Fight only the battle you pay to fight. Dat laat zien wat een psycho hij is. Niet zomaar mensen killen alleen waarvoor je betaald wordt. Alleen waarvoor je alle money krijgt, zeg maar. Daarvoor mag je je inzetten. Niet voor de goedheid van de wereld of wat dan ook. Fight only the battle you're paid to fight. En ademen. Dat is ook een hele belangrijke. Breathe. 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 Calm. En de film zit echt boordevol actie. Dat is het tof aan de film. De film zit vol met monologen van Michael Fassbender. This is what it takes. If you want to succeed. Ik vind hem een geniale acteur. Ik ken hem zelf als Magneto in de nieuwe X-Men films. Een andere geniale actrice in deze film is Tilda Swinton. Jullie kunnen haar kennen als de heks uit Narnia. Zij speelt zo goed. Ze speelt zo overtuigend. For what it's worth. I would never have involved your female friend. De spanning in een dialoog tussen Michael Fassbender en Tilda Swinton van ik denk 8 of 9 minuten houdt je vast. Je houdt echt je adem in tot de laatste seconde ervan. Ik vind het echt zo'n aanrader. En goed nieuws, je hoeft niet te wachten op deze film. Hij staat gewoon op dit moment al op Netflix. Ga hem lekker kijken. Laat mij weten wat je vond. Ben je ook zo geraakt als ik? Of denk je van, serieus? Is dit wat je ons probeert aan te praten? Maar ik ben in ieder geval super enthousiast. En aangezien er nu een top 10 komt van de 10 laatste films die ik heb gezien in de bioscoop, gaat de film die ik het langst geleden heb gezien eruit. Dat is My Big Fat Greek Wedding 3 uit aflevering 8. En komt dus de nieuwe film The Killer in de top 10. En dan gaan we nu kijken naar de top 10.
staat nog steeds Stars at Noon. Your British friend interests me. How long have you known him? Op 9 staat De Vuurlinie. Ik geloof je wel, maar ik ben waarschijnlijk de enige. Op 8 staat After Everything. Without you, there is only me. Op 7 staat Astolfo. Hey, questo stava già così quando sono arrivato. Op 6 staat Happy Single. De hele wereld heeft issues, maar mevrouw de psycholoog zelf? Nee, die niet. Ja. Op 5 staat The Expendables 4. To choose this life over friends, over family. Op 4 staat One True Loves. She should be with the person that she loves the most, not the person that loves her the most. Op 3 staat de film van deze week, The Killer. If I'm effective, it's because of one simple fact. Op 2 staat The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry. Who do we know in Berwick-upon-Tweed? We don't. En op 1 staat nog steeds The Creator. This is a fight for our very existence. En aangezien ik jullie graag nog even wil verrassen, heb ik hier ook nog de top 10 van de beste series die ik afgelopen tijd zelf heb gezien. Met daarbinnen ook series uit 2023. Dus dan wil ik die ook graag met jullie delen. Op 10 staat The Clone Wars seizoen 2. Welcome Jedi, we've been expecting you. Op 9 staat Family Guy seizoen 18, die heb ik laatst afgekeken. Family Guy is Family Guy, maar hij is wel superleuk. God. Good. Good. Movement. Morning. Morning. Engelbert. Everyone. Everyone. Op 8 staat Family Guy seizoen 17. I mean, who do you want in there? Some career politician? Yes. What are they gonna do? Govern. Thanks, Dewey. Your support means a lot. You don't have it. Op 7 staat het eerste seizoen van Berlin, de spin-off van La Casa de Papel. Hij viel me tegen. Ik vond het minder goed dan ik had verwacht. Maar hij is, ja, ik wou zeggen echt wel de moeite waard, maar je kan hem kijken. Well, we are in fact here to study our next heist. The biggest and most prestigious auction house in Paris. Op 6 staat het 7e seizoen van Flikker Rotterdam. Die keek ik samen met mijn vader. Een Nederlandse serie, wat toepasselijk. Ja, het was grappig. Ik heb gelachen. Het haalt het net niet bij internationale dingen. Net niet. Op 5 staat The Clone Wars seizoen 3. After our attack, the chances of peace will disappear. Op 4 staat het 8e seizoen van Brooklyn Nine-Nine. This workplace is my family, was that not clear? Holt is my dad, you're my immune older sister, Amy's my mom. What? Op 3 staat het eerste seizoen van Ahsoka. Anakin never got to finish my training. I walked away from him. Op 2 staat het 6e seizoen van House of Cards. The reign of the middle-aged white man is over. You thought you got away with it all, Claire. En op 1 staat het 2e seizoen van Loki. Ik vond het 2e seizoen van Loki echt heel geweldig. Ik vond alleen de laatste aflevering wat minder. Maar verder was het echt, nou, best wel 10 out of 10. Ik hoop Loki terug te zien in toekomstige Marvel projecten. En daarom staat hij op plek 1. Is this cracked? En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ik zou heel graag willen zeggen, hey, tot volgende week. En eigenlijk wil ik jullie dat ook gewoon beloven, want ik ga gewoon keihard mijn best doen dat er dan weer wat is. Volgende week gaan we het hebben over Five Nights at Freddy's, de horrorfilm. En over Net als in de film, de Nederlandse musicalfilm. Kom en zie het. Tot ziens, hele fijne week en tot later.